Clementine van Kempen en ik ben vrijwilliger bij Vrijwilligers Terminale Zorg in Den Bosch. Ik ben Michael Beugels. Ik ben sinds een jaar of 8 met pensioen. En ik doe ontzettend veel vrijwilligerswerk, want daar gaat het tenslotte over. En een van de dingen die ik doe is foto's maken voor allerlei instanties en ook voor Galant. Ons werk is om bij mensen waarbij dus een gezinslid terminaal ziek is en die heel graag thuis wil overlijden. Daar zijn wij eigenlijk de vervanging van de mantelzorg. Zodat degenen die voor die persoon zorgen, de mogelijkheid hebben om weg te gaan, een boodschap te doen, ergens koffie te gaan drinken. Wat ik heel bijzonder vond, wat ik tegenkwam, is bij het steunpunt zelfhulp, waar mensen dus in groepjes bijeenkomen om hun eigen problemen te bespreken en zelf oplossingen te vinden voor hun problemen. De groepen die draaien bij ons op vrijwilligers en die zijn allemaal zelfsupportend in die zin van wij faciliteren als steunpunt de ruimte. We hebben een eigen keuken hier neergezet, allemaal uit met vrijwilligers. Dan zitten wij een groep, dan zit ik bij elkaar en dan zeggen we hebben dit en dat nodig. Dat kan mij de vent wel, doet mijn man wel. De titel van de tentoonstelling is Samen. Dat het iets is, vrijwilligerswerk, wat je altijd met anderen doet. Je doet niks alleen. Je hebt altijd een aantal mensen om je heen. Vrijwilligerswerk is uiteraard heel erg belangrijk, maar de mensen die het doen, die zijn ook heel erg belangrijk. In het begin zijn we met 5-6 mensen begonnen. En nu zeg ik gerust dat wij 70-80 vrijwilligers hier in huis hebben. Als je bekijkt dat wij daar 34 foto's op hebben staan op die tentoonstelling. En als je nagaat hoeveel soorten vrijwilligerswerk er in Den Bosch zijn, dan kom je op een paar honderd. Dus er zijn ongelooflijk veel mensen die we tekort doen met deze 34 foto's. Ja, iets te betekenen voor iemand. En in deze rol kun je dus inderdaad iets betekenen, want je kunt dus zorgen dat de mensen om een zieke heen wat ontlast worden. En dat is toch prachtig? Als hier een mevrouwtje binnenkomt, die kan hier lopen met de rollator en met de spoedmobiel hier aankomt. En die doet een paar maanden met ons mee. Die komt zonder rollator binnen. De passie. Dat is echt bij iedereen die je tegenkomt, spreekt er een soort passie uit. Dat is echt ongelooflijk. Mensen te kunnen helpen, dreigen terug te vinden en dat ze groeien met elkaar. Dat is mooi. En dat doe ik. En voor mij is het gewoon heel prettig, omdat ik iedere keer merk als ik ergens wegga, dat ik ontzettend veel voldoening van heb. Omdat je echt gemerkt hebt van nou, de periode dat ik daar geweest ben, zijn mensen gewoon heel erg blij dat je er bent. Maar dat is maar één van de vele voorbeelden. Als ik die allemaal op moet noemen, dan zijn er nog een paar weken. De thuiszorg en alle andere zorg die komt, die doet hun ding, maar moet weer verder omdat ze meerdere patiënten moeten behandelen of naar meerdere patiënten toe moeten. En wij hebben dus de tijd om een aantal uren daar te zijn. En ons motto is dus gewoon er zijn. Want zo'n handenverzorger bijvoorbeeld, iemand zo'n handenbadje geven, dan kun je als beroepskracht, moet je dat in 10 minuten klaar zijn. Maar als jij vrijwilliger bent, dan kun je de hele ochtend erover doen, bij wijze van spreken. In gesprekken met mensen die ik heb, zelf ook geconfronteerd wordt met meningen, met waarheden, maar ook met het feit om te zien hoe mensen met bepaalde situaties omgaan. Nou, daar leer je dus heel veel van. Je geeft iets, maar je krijgt er ook iets voor terug. Het is eigenlijk zo bijzonder, maar ook dat mensen je zo'n vertrouwen geven. Ik wil een waarde hebben voor deze maatschappij, maar ik krijg zoveel terug van de mensen. Mensen vinden het prachtig wat ze doen. En dat is misschien nog wel veel meer dan bij mensen die gewoon werken voor centen. Dat je bezig blijft, dat je midden in de maatschappij blijft staan, dat je je nuttig voelt, dat je iets voor andere mensen doet. Dus dat is iets om goed te onthouden als jij je wilt opgeven voor vrijwilligerswerk. Het is niet alleen geven, het is ook heel erg veel nemen. Of krijgen, beter gezegd. Ja, je verrijkt jezelf eigenlijk. En het is gewoon een hele leuke club mensen.
hebben we toch ook weer op organisatorisch niveau weer nieuwe frisse mensen nodig die dat stokje over gaan nemen. En daar zijn we heel druk mee bezig om die te benaderen en daar hebben we onder andere Galant bij ingeschakeld. En in dat opzicht zijn de maatschappelijke stages ook zo belangrijk en het is te hopen dat die ook blijven. Want daardoor krijgen jonge mensen ook het idee van wat vrijwilligerswerk kan zijn. En het is te hopen dat ze daardoor ook tot vrijwilligerswerk komen. De doorsnee, de vrijwilligersorganisatie, de valt op staat met een goed vrijwilligerskader. Ik krijg er veel energie van. Ja, en als ik dan wegga, dan heb ik gewoon een goed gevoel. Het zijn allemaal heel bijzondere mensen. Dat is in ieder geval heel zeker.